Goedenavond, dames en heren. Een Nederlands weekblad heeft het voor u uitgekiend. PSP-stemmers vinden dat de kiezers het zelf voor het zeggen moeten hebben. Dat zal niemand verbazen die de PSP kent. Want de PSP zegt, de industriëlen en de regenten, die nu overal een vinger in de pap hebben, zullen plaats moeten maken. De zeggenschap zal aan de kiezer zelf moeten komen. Vanavond zult u dan ook de kiezers zelf zien. En niet de welbespraakte politici die u gewoonlijk op dit tijdstip te zien krijgt. Ik hoop dat u zo'n avondje zult kunnen missen. U zult mensen zien die weten wat ze willen. Mensen die weten wat ze stemmen. Omdat de partij van hun keuze een duidelijke partij is. Principieel en rechtlijnig. Een partij die staat voor wat hij zegt. Dit is een weloverwogen stem die hierom wordt uitgebracht omdat het de PSP is die in het bijzonder voor de belangen van de werkende bevolking opkomt. Juist nu op het ogenblik zeer actueel het vraagstuk is van de werktijdverkorting, de sluiting van de bedrijven, het vraagstuk van meer dan 100.000 werkelozen, is het een grote betekenis dat het juist de PSP is die niet op het ogenblik, nu alle grote partijen in hun verkiezingscampagne zo in ene voor de belangen van de werkende bevolking moeten opkomen, maar het is de PSP die al jarenlang het vraagstuk in het bijzonder van de laagst betaalde inkomsten aan de orde heeft gesteld. En juist nu bij de sluiting van de bedrijven zijn het deze arbeiders die het meest gedupeerd zijn, omdat zij dus nu zij al aan de laagst betaalde loongrens staan, nu dus nog een extra korting krijgen op hun loon. Zodat ze dus eigenlijk nog minder verdienen als het laagst betaalde niveau. En dat in bijzonder dus is waarom ik mijn stem op de PSP uitbreng. De PSP is voor mij een partij die eerlijk is. Een partij die niet zo gauw ertoe zal komen om concessies te doen. Als de PSP op een gegeven moment zegt, dit en dat is goed, daar en daar en daarom, dan zegt ze dat over 6 jaar nog en over 10 jaar nog. En dat is iets wat ik van geen enkele andere partij eigenlijk kan zeggen. Ik geloof niet dat de PSP meteen in de regering zal zitten. Ik geloof niet dat het een partij is die enorm snel groeit. En daarvoor zijn veel te mensen nog te veel vastgeroest aan wat hun ouders stemden. Maar ik geloof wel dat het de moeite waard is om te proberen de PSP zoveel mogelijk zeggenschap te laten krijgen. Zodat de ideeën doordringen. En dat doen ze nu al. En hoe meer stemmen, hoe meer zetels, des te meer kunnen de ideeën doordringen. En des te meer kunnen wij allemaal, de gewone mensen, die wat hun geld betreft niks te vertellen hebben, hè, kunnen ze door deze politiek te beïnvloeden, op den duur een beter bestaan krijgen. Ik vind het erg belangrijk om PSP te stemmen in eerste instantie omdat het pacifisme bij de jongeren enorm toeneemt. Pacifisme dat zal waarschijnlijk onze maatschappij redden, want de atoombommen zullen hem niet redden. Het socialisme van de PSP dat op zichzelf is ook een bijzonder goed punt. En het is socialistisch zoals de Partij van de Arbeider. Ik had er ook over dat om CPN te stemmen, maar in dit geval gaat het niet door. Gewoon omdat ze dus bij die bankaffaire, die in Amsterdam erg belangrijk is geweest, besloten hebben dus om grond van de gemeenschap te verschagen aan het kapitaal. Wat ik nou bijzonder gek vind vanuit het standpunt van de CPN bekeken. Ik bedoel, iemand die zo met zijn eigen principes gooit, daar zie ik niet zoveel in. Dus blijft mij enkel de PSP over. Ik vind de kwestie zoals ze zich na de 10 maart affaire tegen de monarchie gekant heeft en het ook doelbewust in één lijn doorgevoerd heeft, vind ik erg fantastisch. Bij een republiek kan je gewoon verkiezen wie op een gegeven moment je land vertegenwoordigt en niet een of andere prins Bernhard die verklaart niets met politiek te doen hebben en daarna toch wel in een of andere Bilderberg-conferentie een heel politiek woordje meespreekt wat dan helemaal geheim gehouden moet worden. Dat vind ik gewoon het belazeren van het volk. Vele provo's zullen deze verkiezingen niet stemmen, omdat ze dus vinden dat er geen bij zit. Maar ik vind dat ergens fout, omdat je dan dus of de grootste partij steunt, of helemaal niet meedoet en je terugtrekt en ook je verantwoording niet draagt. Wij als linkse jongeren hebben keuze uit 3 partijen. De PvdA is een partij die volgens mij nooit een echte socialistische partij kan worden, omdat ze te veel compromissen heeft gesloten in het verleden. Omdat ze een te brede opzet heeft willen houden om te aanvaardbaar te zijn voor te veel mensen.
Het Vietnamstandpunt bij de PvdA, ze draaien verschrikkelijk. En ik kan dus niet op de PvdA stemmen. De CPN, hun leiding is te dogmatisch en te strak. En dan blijft dus over de PSP. Ik vind de PSP haar standpunten spreken me enorm aan. Vooral wat betreft de integrale studiekostenvergoeding. Waar de PSP stelt dat iedere jongere die kan studeren, die de capaciteit heeft te studeren, ook de mogelijkheid kan krijgen om te gaan studeren. En dat het niet afhangt van de beurs van je vader. Een gezonde hedendaagse politiek, zo is mijn diepe overtuiging, gaat uit van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van heel de mensheid voor heel de wereld. Dat uitgangspunt veronderstelt weer dat we de hele wereld ook beschouwen als in beheer gegeven aan heel de mensheid. Van die beide elkaar aanvullende uitgangspunten uit kies ik voor een praktische politiek die met name de gemeenschappelijkheid, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, de gemeenschappelijke eigendom sterk benadrukt. De voornaamste verantwoordelijkheid intussen die wij in deze concrete wereld van vandaag hebben, is onze verantwoordelijkheid voor de vrede en onze verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige verdeling, of voor wat we misschien kortweg plegen te noemen voor sociale gerechtigheid. Dat vind ik in de huidige verhoudingen in Nederland het best benadrukt en gewaarborgd bij de pacifistisch-socialistische partij. Als ik dus vanuit het evangelie waarin ik hartstochtelijk geloof, in dat gemeenschapsbesef, in die solidariteit van alle mensen met elkander, in die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de vrede, versterking, bevestiging en bemoediging vindt, dan is dat voor mij ook en juist als gelovige een stimulans te meer om heel concreet en praktisch op de PSP te stemmen. En ik hoop dat vele christenen dat met mij zullen doen. Waarom ik op de PSP stem, dat is een hoofdzaak bij mij wel gegrond op mijn overtuiging naar al hetgeen wat ik en duizenden mensen, maar wat je zelf meegemaakt hebt, dat spreekt het meest wel tot je in de oorlog. Ik heb toen meegemaakt de atoombom op Japan. En ik ben van mening dat een oorlog tot de onmogelijkheden moet behoren. Met geweld is er niets meer op te lossen. Ik stem ook op de PSP, omdat ik ondervonden heb dat de PSP, wat een stuk op het ogenblik is van mijn denken, steeds meehelpt, al hun krachten inzet om te demonstreren tegen de oorlog in Vietnam. De oorlog in Vietnam, dat is een grote misdaad tegenover de mensheid. En ik hoop dat een ieder die tegen deze gruweldaden is in Vietnam, dat hij zal stemmen op de PSP. Praten over onduidelijkheden in de politiek is op het ogenblik actueel. U hebt nu echter enkele PSP-kiezers gezien en u zult het hen begrepen hebben dat het voor hen geen probleem meer is, die onduidelijkheid. Zij vinden dat de PSP duidelijk is geweest altijd en ze vertrouwen erop dat de PSP ook in de toekomst, met betrekking tot de problemen van de dag, de politieke problemen waar het eigenlijk om gaat, duidelijk zal zijn. Wij hopen ook in de toekomst de problemen steeds op zichzelf te blijven zien. En de situatie is zo geweest dat het standpunt wat de PSP innam toch altijd ongeveer parallel liep met de mening van de gewone man en de gewone vrouw zoals die deze problematiek bekeek. Daarom, als u het in de politiek voor het zeggen wilt hebben, als u mee wilt spreken in de politiek, dan geloof ik dat ik u het beste kan zeggen, doet u dat dan via de PSP, omdat dan uw mening aan de orde komt. U kunt zich vanavond nog opgeven als lid bij ons partijbureau in Amsterdam, telefoon 020-238-501, waar onze propagandist De Wolf u gaarne te woord staat.